Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 28 november van Weerplaza. Een lage drukgebied bepaalt vandaag het weer in ons land. Het trekt net noord van de Wadden langs en het zorgt voor veel bewolking, veel wind en van tijd tot tijd regen. De regen die trekt in de loop van de ochtend geleidelijk aan naar het zuiden, maar in het midden en zuiden is het vanmiddag nog erg nat. In het noorden kan nog een enkele bui vallen. De temperatuur schommelt de hele dag rond een graad of 10 en de wind waait stevig vanuit het westen, draait in de loop van de dag naar het noordwesten. En vanavond klaart het dan geleidelijk aan ook in de rest van het land op. Maar in Limburg blijft het tot laat in de avond nog grijs en nat. Morgen ziet het er beter uit. De zon schijnt van tijd tot tijd. Op veel plaatsen is het droog, alleen in de kustgebieden kan nog een enkele bui vallen. Met 7 tot 9 graden is het een stuk frisser dan vandaag. In het weekend wordt het nog kouder. In de nacht en vroege ochtend is kans op een graadje vorst. Overdag wordt het hooguit 7 graden. En zondag is de koudste dag met maximaal 5 graden. Het is wel droog en vooral op zaterdag schijnt de zon geregeld. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.